Ja, wie van de twee kwam eigenlijk met het idee om die oude hit van Hannie nog een keer uit de kast te halen? Nou, deze had eigenlijk nog nooit van het liedje gehoord. En dan, we hadden afgesproken elk jaar een nieuwe carnavalsingle op te nemen. En ik had aan deze gevraagd, ga eens zoeken. Maar ja, daar komt er natuurlijk niet van. En toen was ik een beetje op YouTube aan het scrollen op mijn telefoon. En toen kwam ik het liedje van Hannie tegen. Vandaar het liedje van Hannie. Toen zei je moeder van, nou, zullen we dit lied nog eens een keer doen over die kijkdozen? Toen zei je, mam, hou eens op. In het begin wel, ja. Ja, je hoort al een oude versie. En nou is er een echte feestbandvak gemaakt. Dan is het veel leuker, is veel anders. Ja. Ja, en zo vlak voor carnaval, hoe gaat het ermee eigenlijk? Ja, wel goed. Hij wordt veel beluisterd. Heel veel complimentjes. Dus dat is eigenlijk al fijn. Nou, voor jou is dat toch een plaat die gewoon vroeger in de hitlijst heeft gestaan? Ja, dat was een hele dikke hit. En, maar ook een hele andere tijd. Hè, toen wij heel veel singles verkochten. En nu is dat natuurlijk heel anders. En wij hebben een leuke beat ondergezet. En voor ons is het eigenlijk gewoon een gekheidje. Zij kan aardig zingen. Ik kan leuk zingen. En samen moeder, dochter bij elkaar. En vinden mensen dat toch leuk. En dat smaakt elke keer naar meer. Dus ik denk dat wij gewoon voor volgend jaar gaan werken aan een album Colinda en Daisy. Heb je er zin in? Ja, zeker. Ik vind het echt heel leuk. Was dat ook ooit je ambitie om inderdaad zangeres te worden? Nee, het is eigenlijk een beetje ja, eigenlijk voor de grap samen mama liedje in de auto zingen. En daar is eigenlijk van het een of het ander meer gekomen. Eigenlijk in het begin was het wel, ja, doen we wel. Maar toen ik het eerst moest zingen, vond ik het wel heel eng hoor. Maar nou, jij is gewoon keileuk. Ja, het stond er zo op, hè? Ja. Het stond er zo op, het liedje.